Dit is Daily Minutes Extra Bits nummer 7. Ja, de tweede Extra Bits op zondag 23 september. Ja, ik ga er bijna van stotteren. Humor en spotjes vandaag. Nummer 7 is het. Ik had zo pas gezegd nummer 5, maar ik was het filmpje vergeten wat al nummer 5 was. Dus de vorige was eigenlijk nummer 6 en dan is deze nummer 7. Deze is wat korter dan de vorige. Het is een compilatie van humor en spotjes die eerder in de Daily Minutes aan bod zijn gekomen. In het begin van de Daily Minutes was het nog toegestaan om muziek uit te zenden, als het maar kort was. En om delen van omroepuitzendingen te gebruiken. Nou, dat heb ik veelvuldig gedaan. Ik heb er een paar uitgezocht. Het is veel meer dan ik gedacht had. Het blijkt maar een heel klein deel te zijn van het oeuvre wat ik nu laat horen. Maar ik heb het idee dat dit wel een paar aansprekende zijn. Misschien dat ik nog wel een keer zo'n compilatie doe. Het is toch een beetje, als je zo'n switch maakt, het ophalen van oude herinneringen. Misschien dat ik ook wat oude uitzendingen nog ga herhalen. Dat kan dus via de amateurband niet meer, omdat de regels zijn aangescherpt. En ook omdat de regels op de repeater wat krapper zijn tegenwoordig. Maar via internet kan dat nog. Dus wie weet. Vandaag in elk geval de humor en de spotjes uit de... Zowel het begin als nou toch redelijk recent in de Daily Minutes. Radio Controle Dienst. Dit is PA0ETE. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink-gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink-gebruikers lucht. Hier is Zombiek. Tingelingeling. Laten we winkeltje gaan spelen. Oh ja, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik ben wel de winkelier, speel jij de klant. Oké. Tingelingeling. Goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 2 flessen met bloemkolen? Wat flauw. Doe nou even serieus. 2 flessen met bloemkolen, dat kan toch helemaal niet? Begin maar weer opnieuw. Tingelingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 1 fles met bloemkolen? Zo vind ik er niks aan. Laat mij maar klant spelen dan. Oké. Tingelingeling, tingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen? Mag ik van u 2 bloemkolen? Jazeker, heeft u nog lege flessen bij u? Bel 033-457-0711 als je ook in de uitzending wilt. Je belt nu met de listener call in van de Daily Minutes en PA00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Leuk is het als je een nieuwtje te vertellen hebt, maar dat hoeft niet per se. Je hoeft ook niet per se een zendmachtiging te hebben, omdat het tegenwoordig is toegestaan om een niet-amateur via de amateurmicrofoon iets te laten zeggen. Het leukste is als je iets wilt vertellen over wat voor jou leuk is aan de amateurhobby, of als je enthousiast bent over een bepaald apparaat of antenne. Maar iets anders mag ook uiteraard. Als het de moeite waard is, zal het zeker worden uitgezonden. Het nummer is 033-457-0711, 457-0711, en dat is ook te vinden op pa0ete.nl. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways. Dis die geluid van 'n baie interessante stofperkie, amateur radio. Amateur radio is 'n stokperkie waar die radioamateurs van reg oor die wêreld met mekaar gesels, nuwe tegnieke aanleer en selfs hul gemeenskappe bystaan tydens nood. Om meer uit te vind oor amateur radio, besoek die Suid-Afrikaanse Radio Liga se webblad by www.sarl.org.za.
Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe, jazeker. Die draaide altijd oompie koerier, in een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Let op. En dan komt nu weer een nieuwsbericht en dat heus echt geen reclame is. Gezien op de dag voor de radioamateur maakt nu je YL of XYL blij met de nieuwste innovatie van de wetenschappers van Wokka Wokka. Nieuw van Wokka Wokka, de Powerpoof, de 500 watt eindtrap die je ook als zitmeubel kunt gebruiken. De Powerpoof is een solide korte golf eindtrap die wel een fikse misaanpassing aan kan. Uitgevoerd met soepel kalfsleer in de vorm van een trendy poef om op te zitten. Nooit meer een koude kont, want als er geen konttest is, wat een toepasselijk woord trouwens, dan kunnen de powerfuts van de poef ook gewoon zonder hoogfrequent warmte genereren. Er hebben reeds 30 mensen ingetekend voor de poef waarvan de buitenkant handgemaakt is, want die worden gemaakt door vaardige vingers van brave huismoeders in een of ander derde wereldland, zodat die er ook nog een centje aan verdienen. Prijs voor de powerpoef is slechts €3200 ex BTW en lichtnetsnoer. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafelstuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been. Attention, DXers! Stay tuned for a special announcement. Have you lost a girlfriend or wife over your hobby? Upset that she left you because that diamond ring at Walmart had to be put on layaway, but you still managed to afford a Watkins Johnson HF1000 for the shack? Or did she bolt when your planned lovemaking night was postponed due to excellent ionospheric conditions? Maybe it was your insistence to put that framed photo of Captain Ron on the nightstand? Does any of this sound familiar? Well, meet Susie Koozie, the inflatable DXer's love doll. Constructed of the finest vinyl and modeled after Tasha Femkins, Susie Koozie is fully washable and comes with 3 usable orifices for maximum pleasure. Susie Koozie also comes equipped with a voice chip, so she can say exactly what DXers want to hear, such as, "You're hotter than Glenn Hauser," and "Your wiener is twice the size of Alan's." For only 20 easy payments of $19.95, Susie Koozie is yours to adore. Have your Visa or MasterCard ready and call 1-800-FANSOM. That's 1-800-FANSOME. Get Susie Koozie today. En dan volgt tenslotte nog een mededeling van onze sponsoren. Sponsor of the day number one today, bulkammo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to bulkammo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. How fast is their shipping? It's almost like this. I've placed my order. I go on about my day and I hear...
Gee, who's that? It's the postman with my ammo. How did that happen? It's not quite that fast, but it feels that fast. I think for most of us to think, you know what I should do? I should run out to the, you know, sporting goods store or whatever and bulk up on ammo this week. By the time you got around to doing it, it could be sitting on your doorstep. That's how quick their shipping is. They have all of the common calibers, great pricing, excellent service. So when you need ammo and you need it in bulk, get on over to Bulk Ammo. Remember, ammo is one of the three components to the triangle of gun operator effectiveness. You've got to have the weapon. You go to a gunfight without a gun, you got a problem. You, the operator, needs training. But even with a good operator and a good firearm, without the ammo, man, that's the terminal tackle, as we say in fishing. You've got to have the ammo to protect life and property and to train effectively. Check out BulkAmmo.com today. Ammo in bulk at great prices with lightning-fast shipping. So when you need ammo and you need it in bulk, get on over to Bulk Ammo. Check out BulkAmmo.com today. Dat is griezelig. Ja, echt wel. Zo dan. Maar niet zo griezelig als PA0ETE, als die zo dadelijk de inmelders weer te woord staat. De ronde.